Deze nieuwsuitzending is waarlijk nieuws. Want sinds gisteravond heb ik 70 abonnees. Nee maar. Ik ben begonnen met dat YouTube-avontuur. Dat moet ik hier ergens kunnen zien. Hè? De analytics. Lifetime. Ik ben begonnen in december 2015. Dus dat is binnenkort 4 jaar. Ja, ja. Toen had ik gelijk al... De volgende dag had ik 34 views, zeg. Goh. Ik heb nog meer van die hele dagen gehad dat ik echt ontzettend veel views in één keer had. Maar het aantal views dat ik in één keer heb, op één dag, hè, dat is zo'n van die piekmomenten, dat neemt toe. Dat vind ik echt super tof. In totaal, dat dit kanaal actief is, is er 31.000 keer naar gekeken. En de gemiddelde kijktijd was 10 minuten. Dus dat is toch bij elkaar 300.000 minuten is er gekeken en geluisterd. Dat vind ik toch heel, ja, vind ik best veel. Gezien het feit dat het hier gaat om een... ja, niet een hip onderwerp of zo. Hè? En ik heb mijn YouTube-kanaal de laatste tijd opgefrist. Ik weet niet of je daar nog gekeken hebt de laatste paar weken, maar is dat niet het geval, dan zou ik nog even kijken naar het kanaal zelf. Dan heb ik zo'n linkje hieronder in de beschrijving staan. Hè? En ik weet er in één keer, floep, in één keer. Maar daar heb ik playlists op de thuispagina gezet. Van het kanaal dan. En er zit er eentje bij en die heet iets van best bekeken of zo. Maar daar ga ik aan werken. Ik maak daar een lijstje van met aanbevolen door de chef of zoiets. Aanbevolen door mij dus. Er zijn er nogal wat die goed bekeken zijn en dat vind ik dan ook terecht. Bijvoorbeeld het werk wat ik gedaan heb over Marianne Vaatstra. Die jonge Friese vrouw die in 1999 vermoord is gevonden op zaterdagochtend 1 mei. In een weiland bij de Koningsweg. Nou, zo zeggen wij dat. Keningswij, zeggen ze in Fries. Heel tragisch natuurlijk, hè? Wat daar gebeurd is en hoe justitie daarmee is omgesprongen. Dat is... Ja, de woorden schieten tekort. Ik heb aan die zaak over Marianne Vaatstra heb ik aan materiaal geüpload. Dat is allemaal ingesproken, woord voor woord. Dan gaat het over 10 à 20 uur. Nou, neem daar nog alle voorbereiding bij. En door de jaren heen telkens weer op terugkomen. Nou, dus ik denk dat ik in totaal aan het gebeuren met Marianne Vaatstra heb ik denk ik meer dan 100 uur heb ik erin gestoken. Dat was nog steeds maar een druppel op een gloeiende plaat natuurlijk. Maar dan nog, ik bedoel, ik heb het niet hoeven doen en ik krijg het ook niet voor betaald. Dus. En ik hoef er ook geen bewondering voor, daar gaat het mij niet om. Waar het mij om gaat is dat jullie er ook naar kijken.
Er zijn meer dan 800 mensen geweest die hebben die zaak Marianne Vaatstra, zoals ik hem besproken heb. Hebben ze mijn info meegenomen in hun studie over het geheel. En ja, dat mogen er best 10 keer zoveel worden. Waarom niet? Die officier van justitie, Henk J. Maus, dat is een crimineel. En die loopt nog vrij rond. Dus het staat iedereen vrij om mijn aantijgingen naar Henk J. Maus. Om dat te zien als een eerste stap. Een, hoe noemen we dat? Een voorzet. Op zijn voetbal. Hè? Voetbaltechnologie. Ik trap de bal voor en iemand die moet hem maar intrappen. Dus iemand moet Henk J. Maus op het matje gaan roepen. Ik heb dat zelf ook geprobeerd hoor. Ik ben hier naar een strafadvocaat toegegaan in die dagen. En hem die spullen gegeven en gezegd, hoe pakken we die vent aan? En dit is mijn e-mailadres, dit is mijn phonenummer en geef me wat te kennen als je wat weet. Ik heb niks meer van die man gehoord. Ja, die had er geen zin in. Hij zag dat materiaal en hij vroeg aan mij. Oh ja, het begon er al mee dat ik zei, ik heb het requisitoor van Henk J. Maus. En ik keek mij zo aan. Hij zegt, jij weet hoe je het uit moet spreken, dat woord. Ik zeg, ja, dat weet ik. Want je schrijft requisitoire met toyer, hè, T-O-I-R. Maar dat schrijf je, maar je zegt toor. Het is oud-Nederlands. Ja, ik weet hoe je dat uitspreekt. Oh, hoe kom je daaraan? Ik zeg nou, via internet. Nou, zo begon het al. Het was al niet echt een lekkere binnenkomer of zo. Bij meneer de strafadvocaat. En we zijn nu 20 jaar verder. En dat werk van Henk J. Maus, dat was, dacht ik, in 2013. Dus dat is pas 6 jaar geleden. Nee, iets langer geleden, denk ik. Nee, het was 2013, schat ik. En wat de verjaringstermijn is voor het misdrijf wat Henk J. Maus toen heeft gepleegd. Liegen in functie als officier van justitie in zaken een moordzaak. Ja, maar ik weet niet in welk wetboek van strafrecht dat verboden is, maar dat moet toch wel ergens staan dat dat niet mag in de Nederlandse wet. Ik weet dat een journalist, als die liegt, dat die strafbaar is, dat het een misdrijf is. Waar trouwens ook weinig mee gebeurt, maar die mensen als Matthijs van Nieuwkerken, die heb ik ook al aangegeven, die kan je aanklagen. Die heeft een misdrijf gepleegd. Matthijs van Nieuwkerken, die man die jouw vriendin zo leuk vindt. Oh, dat is Matthijs van Nieuwkerken. Nou, die kijk ik altijd hoor. Ja, die heeft een hele aparte man. Ja, ik vind hem wel erg spitsvondig. Ja, het is een crimineel. Nee, ja, dus het kanaal van mij, ik ben het... Ik ben trots op jullie, toch? Dat valt me toch mee. Oh, het is ooit begonnen met 1 à 2 abonnees. En dat waren dan mensen die mij kenden. Dus er waren vrienden van mij en die kenden me dan via Facebook. En ik had hem op Facebook gezet dat ik dus iets op YouTube had gezet. En zo kreeg ik mijn eerste abonnee. En er werden er toen 2. En toen 3. De eerste 10, 20 abonnees, ik kan het denk ik wel terugzien. Dat zijn allemaal mensen die ik persoonlijk kende. En toen begonnen er mensen te abonneren die ik helemaal niet kende. En vorige week is hier iemand langs geweest. En dat was dus een abonnee. Dus een abonnee is vanuit
het niets. Nou, vanuit Heerlen. Schiet mij bijna een nare grap over Limburg te binnen, man. Maar vanuit het niets, namelijk vanuit Heerlen, is die hier naartoe gekomen. Aardige jongen. Verstandige jongen. Of jongen, een jonge man. 34 is die. Heel leven al achter de rug, zoals het hoort. Al een hoop meegemaakt. Nou, aan die man die nu net abonnee is geworden, meneer nummer 70. Ja, die ken ik dan niet. Dat gaat ook niet, je kan ook niet iedereen. Hè? Kennen. Ik zie trouwens dat ik in 2007. Toen heb ik voor het eerst dat YouTube-account aangemaakt. Maar toen was ik nog niet bezig met die nieuwsuitzendingen. Zo is het eigenlijk begonnen, hè? Nieuws en humor. En het idee was voor mij om minimaal eens per week de dingen in de krant te gaan bespreken. Vandaar ook het idee van nieuws. Hè? Nieuws dit, nieuws dat. Nieuwsuitzending, huppeltje pup. Maar dat is gaandeweg, dacht ik van ja, je kan wel wachten tot er iets grappigs in de krant staat. En dat doe ik ook nog steeds hoor. Ik hou Prison Planet in de gaten. Die Amerikaanse site van Alex Jones. Er staan toch wel eens opmerkelijke dingen op. Ik heb er eentje voorbereid, die ga ik zo dadelijk inspreken. En soms zie ik wat staan in de Gelderlander. Die check ik dan, hè. En dan bespreek ik dat. Maar voor de rest doe ik heel veel besprekingen gewoon. Ja, omdat ik overdag wat meemaak. Of ik hoor wat van iemand en dan kom ik op een idee. Of ik zie iets op YouTube. Dat iemand ergens over begint en dat hij er hartstikke boos over is. Of heel blij is of whatever. En dan valt me dat op en denk ik, ja, maar daar heb ik ook wel wat over te zeggen. En mijn onderwerpen zijn allemaal maatschappelijk relevant. Of wetenschappelijk interessant. Filosofisch interessant, kan ook. Ik heb hele technische uitzendingen gehouden over filosofie en de geschiedenis en metafysica. En uitzendingen over de Bijbel. Vanavond ga ik met Jörg Liesman en Michael, dat is een Duitse broeder. Gaan we verder lezen. We zijn begonnen in Genesis. Heel grappig eigenlijk. Gewoon Genesis 1 vers 1. Huppakee, we gaan beginnen. Wij zijn begonnen. Dat was toen met Jurk. Ik was met Jurk, was ik eigenlijk Rulers of Evil aan het lezen. Maar ik werd daar zo depressief van. Rulers of Evil, als je dat boek niet kent. Waar het om gaat is dat die is auteur, Frederik Tapersorsi. Die heeft een tijdje ondergedoken gezeten op de vlucht voor de Amerikaanse regering. En in die periode dat hij ondergedoken was, heeft hij gewerkt aan materiaal voor een nieuw boek. Want hij was al heel bekend als auteur. Hij had dan een bestseller geschreven. Een bestseller in het alternatieve circuit. Die heette Miracle on Main Street. En het ging over de fraude van de bankiers. Ja, dat is heel actueel dus. Ja, dat boek is gepubliceerd in het einde jaren 80. Dat toen al. Frederik Tapersorsi was er vroeg bij. En die is dus daarna, toen hij op de vlucht was, toen hij ondergedoken zat voor de Belastingdienst. Met name
toen heeft hij materiaal verzameld en blootgelegd hoe de Amerikaanse regering tot stand is gekomen. En dat die het tot stand komen van de Amerikaanse regering zoals we die nu kennen, dat die punt 1 in niets lijkt op de Amerikaanse regering zoals die ooit was bedoeld toen Amerika werd gesticht door de kolonisten. Ja, want die mensen die daarvoor in Amerika woonden, ja, daar kan je dan heel pittoresk over doen. En van, oh, dat was zo bijzonder aan de oom. Nou, maar zo bijzonder waren ze niet, hoor. Het waren jagers-verzamelaars. En die hadden regelmatig ruzie onderling. Er was niet echt sprake van een samenleving zoals je dat in Europa wel had. Maar stammen. Met heidense toestanden, weinig tot geen taalontwikkeling en geen dingen zoals wetenschap. Dat was allemaal niet. In Europa was dat al lang bezig, hè, in die tijd. En toen wij dus op de vlucht voor de paus naar Amerika gingen. Maar toen hebben wij daar natuurlijk ook een overheid in het zadel geholpen. Omdat een overheid nodig is. Er is een toezichthouder nodig. Altijd. Ook als je, als je zelf gaat voetballen. Hè? Ja, gewoon een potje voetballen op een verjaardag. Even van de jongens tegen de meisjes of zo. Ja, dat doe je gewoon even voetballen. Maar stel in de buurt of zo hou je een toernooitje. Oh, je hebt een schaaktoernooi of zo. Hè? Dan moet er een toezichthouder zijn. Dus een toezichthouder heb je nodig. En voor de toezichthouder geldt ook een aantal regels. Een handboek. Een norm. Een toezichthouder is de baas voor zover die toezicht houdt over datgene waar die toezicht over moest houden. Is hij de baas? Als de scheidsrechter op zijn fluitje fluit, dan moet iedereen stoppen en zeggen, wat is er aan de hand? De scheidsrechter zegt, ja, dat is buitenspel. Zo, hè? Dat zijn jullie spelregels. Hè? Zo is het dus. Hè? Dat zijn de spelregels van de mensen die voetballen. Die geven die spelregels door aan de toezichthouder. En die toezichthouder zegt, oké, dit zijn jullie regels. Nou, dan zal ik erop toezien dat de regels die jullie zelf hebben opgesteld, dat die gehandhaafd worden. Daar is de toezichthouder voor. De gouvernant. De government. Dat is gewoon een functie. Maar de toezichthouder in Amerika, en niet alleen in Amerika hoor, ook in Europa, maar de toezichthouder in, de toezichthoudende instantie in Amerika, die is gaandeweg, stapje voor stapje, overgenomen door een buitenlandse mogendheid. En Amerika is dus overgenomen door een buitenlandse macht. Door een land. En dan niet zozeer met een leger wat er aankwam, met allemaal boten en raketten en granaten. Maar van binnenuit. En dat land wat die overname heeft gepleegd, dat is het kleinste land zo'n beetje van Europa. En dat heet Vaticaanstad. Het heet dus Vaticaanstad, maar het is een staat. En het is maar een heel klein staatje. En de medewerkers van Vaticaanstaat, ja, die zitten overal. In feite is iedere katholieke kerk is een stuk grondgebied van Vaticaanstad. Vaticaanstaat. Zo ruim kan je dat zien. Wij hebben ook in Nederland weinig tot niets te zeggen over de gedragingen van katholieken.
Ja, dus niet zo lang geleden kwam er naar voren dat in de tijd dat ik geboren werd, 1959 ben ik geboren, en in die dagen, die jaren, toen was er een premier van Nederland en die heette Vic Marijnissen. En onder zijn bewind zijn er mensen naar buiten gekomen en die zeiden dat ze waren gecastreerd onder dwang nadat ze aangifte waren gaan doen van seksueel misbruik door katholieke priesters. Dus je bent niet alleen in de billetjes gepakt door de katholieke organisatie, hun medewerkers. Nee, ze hebben je ook nog een keer gecastreerd toen je er wat van wilde zeggen. En die castratie, dat was alleen maar een daad van liefdadigheid. Want dat was er namelijk om jou af te helpen van je homoseksuele gevoelens. Want jij als kind had die priester verleid, snap je? Jij liep zo sexy in je korte broek door de gymzaal. Ja, hoe kan jij dan verwachten dat een katholieke priester zich dan gedraagt? Hè? Als jij de verleider was. Nou, dit is de katholieke kerk, dat je dat even weet. Die mensen die kennen geen grenzen. Nou, Frederik Tuppersoorsi die beschrijft in dat boek hoe die overname van het Amerikaanse gouvernementele systeem, dus de government, de overheid, hoe dat door de eeuwen heen in zijn werk is gegaan. Nou, het is de ene leugen opgevolgd door de andere leugen. Ja, je wordt de kerst niet leuk van. Ja, zo, en ik was dus met Jurk bezig, dat boek Rulers of Evil, waarin Frederik Tuppersoorsi het allemaal beschrijft. Om dat met Jurk dus voor helemaal voor te gaan lezen en dan ja, stukjes voor te lezen uit het Engels, want het staat in het Engels, Amerikaans Engels, Engels. En dan gelijk te vertalen in het Nederlands. Nou, en daar werd ik dus een beetje scheidsziek van. Ook moet ik heel eerlijk zeggen dat ik de schrijfstijl van Tuppersoorsi, zijn stijl vind ik een beetje opgeblazen. Maar goed, dat vind ik van Immanuel Kant ook. Ja, dus, dat is niet per se heel negatief of zo. Maar Frederik Tuppersoorsi gebruikt nogal wat moeilijke woorden en ik hou daar niet zo van. Moet ik iedere keer met translate.google gaan kijken wat hij nou weer bedoelt. Nou, toen ben ik dus met Jurk, heb ik hem tegen Jurk gezegd van nou, komende week wil ik heus wel weer heel graag met jou over internet, doen we dat via Skype. Een opname maken, vind ik wel leuk. Maar zullen we dan komende week niet over Tuppersoorsi doen, alsjeblieft. Maar zullen we iets leuks gaan doen? En gaan we Matthäus doen, Matthäus 6. We hebben toen Matthäus 6 gedaan. Het hoofdstuk 6 van het eerste evangelie van het Nieuwe Testament. Jurk is een christen en ik ook. En dat was zo leuk, joh. Oh, dat heb ik echt genoten. Jurk is een hele goede bijbelkenner. Ik weet ook wel wat van de Bijbel, maar ik weet niet zoveel als Jurk. Jurk weet echt een hele hoop. Dus dan zit je in boek A en dan zeg je, ja, maar dit, zoiets staat ook in boek B. En dan even in boek B kijken. En het is wel leuk dat je nu op internet hebt, hier die Bijbel online. Dat is behoorlijk ontwikkeld, hoor. Kijk, wij vinden dat nu allemaal heel normaal, hè? Dat internet en zo. Hè? Maar bedenk goed dat toen mijn dochter geboren werd. Ja, dat is 19 jaar geleden. Toen, ja, ik weet niet wel, ik had toen een heel groot project. Dat draaide, nou, dat was echt een loeris van een project. Een klant met 20, 30 vestigingen. Nou, de bekabeling was er al wel.
Maar wat je... Kijk, nu zou je... anders gezegd... Toen hebben wij in iedere vestiging... Hebben we zelfs met een bijzondere partij... Hebben we met een partij erbij gehaald. En die zorgde ervoor dat al die vestigingen... Middels, weet ik veel wat voor lijnen, ISDN of zo. Dan werd het allemaal aan elkaar geknoopt. Ja, zo ging dat. 19 jaar geleden. Ik weet nog wat dat ik toen ook thuis een enorme router had. Een bak, jongen, van 30 bij 40 centimeter of zo. Alleen al voor de toegang tot dat hele netwerksysteem. Wat we dus eventjes specifiek voor... Ja, dat was in die dagen gebruikelijk. Je legde je eigen netwerk aan met de hardware die er al wel was. Maar het helemaal afmaken, dat was niet zoals nu. Dat je even naar online belt en zegt... Hallo, ik ben Joop de Kleermaker. En even klik, klik, klak, klak. En, oh ja, ik zie het al. En dan werkt het allemaal. Dus dan... En nu is dat allemaal wel. Dat is best hard gegaan. Ja, en dan kijk je dus naar die Bijbel online. Dus nu de King James Bijbel. Die heb ik dan zo'n keurige website. Die staat ook in de beschrijving hier onder deze video. Kan je die vinden. En de Statenvertaling. En dat zijn voor mij de twee Bijbelvertalingen waar ik het mee doe. Want je hebt ook wel een NKJV, de New King James Version. En de Standard English Version. En de New American Standard. En ja, zo blijf je maar bezig. En voor mij is dat niet nodig. Ik bedoel, doe mij maar het Engels van de dagen van King James. En 26 jaar daarna ongeveer, toen kwam de Nederlandse editie. Dat is de Statenvertaling. Ja, die vind ik ook heel mooi. Die heb ik ook. In het echt. En ik heb hem online. En die ik in het echt heb gekocht. Het... Ja, die is een beetje... Nou goed, ik hou hem maar. Maar die kan ik een keer weggeven aan iemand die hele goede ogen heeft. Dat is toch een beetje kleine lettertjes. Voor zo'n halve bejaarde zoals ik. Maar dan ga ik met Jurk de Bijbel lezen. En dan heb ik dan maak ik een screencast. Dat is ook heel leuk dat het tegenwoordig kan. Hè? Dat je een filmpje maakt van je eigen beeldscherm. Dat is allemaal zo standaard tegenwoordig. Iedereen kan dat. Ja, dat doe ik wel even. Ja, maar ooit was dat... Ja, ik heb het meegemaakt dat... Dat je daar nog bijzondere software voor moest hebben. Maar tegenwoordig hoeft het helemaal niet meer. Op mijn Macje, ik klik, klak, kloek, kloek, huppakee. En dan gingen we lekker Matthäus doen. En iedereen kon dus op het scherm meekijken met de King James, dus het Engelstalige, de Engelstalige vertaling. En dan de Statenvertaling erbij voor de Nederlandse ondersteuning. Ja. Gezellig hoor. En toen zijn we begonnen, toen hadden we Matthäus 6 en Matthäus 7 hadden we klaar. Toen was de vraag, wat zullen we nu gaan doen? En ik weet niet meer wie het heeft voorgesteld, maar een van ons twee zei van, kom op, Genesis 1 vers 1. We beginnen en we kijken wel waar we eindigen. We gaan vanaf Genesis 1, vers 1, richting het boek Openbaring van Jezus Christus. Dat is het laatste boek van de Bijbel. Ja, dat kan natuurlijk niet. Er zijn 1200 pagina's. Dat kan je niet in een mensenleven... Dan kan je dat niet voorlezen, dat gaat niet. Wij doen over 1 à 2 pagina's doen we rustig een uur. Dus dan is 1200 pagina's, dat is 1200 uur. En dan heb je ook nog een keer zoveel uur nabewerking en je hebt zoveel uur voorbereiding. Dus doe dat maar rustig keer 3. Nou, en dan praat je over een project van 4000 uur.
Ja, ik zou even niet weten waar ik die vrije tijd vandaan moet halen. Maar goed, we zijn al begonnen in Genesis. Misschien als we een leuk publiekje opbouwen, dat we dan op verzoek, want u vraagt en wij draaien, dat we dan bepaalde hoofdstukken gaan pakken. Ik vind het wel erg leuk. Ook erg leuk voor mezelf. Om samen met iemand anders, met twee andere mensen. En sinds kort hebben we een derde erbij, of een vierde erbij, moet ik zeggen. Jelmer uit Groningen. Ik weet niet of hij er vanavond ook weer bij kan zijn. Er is iets met zijn vader en hij moet naar het ziekenhuis of zoiets. Maar dat zien we dan wel. Maar leuk toch? Ja. En ik vind het dus zelf ongelooflijk verheerlijkend dat ik bij zo'n nieuw medium er zo vroeg bij mag zijn. Want toen ik begon in 2007 met dat YouTube-kanaal, wat ik toen had om liedjes en zo van mijn band en alles, om die erop te zetten. Toen was de maximale lengte van een filmpje was maar 10 minuten. Nou, dat is niet veel, hoor. En tegenwoordig is het unlimited, naar mijn idee. Kan je erop gooien wat je van wil, hè? En dat vind ik dan toch wel erg weer leuk. Ergens weer leuk. Want kijk, ik weet dat het uploaden van al dat videomateriaal, dat, nou, niet alleen dat uploaden, dat doe je dan zelf, maar die partij die dat ontvangt, ja, die krijgt dus van mij maar ongeveer 100 MB per dag. Dan gaan we even rekenen. Ja, 100 MB per dag. Dat haal ik echt wel, hoor. 100 MB per dag. En dan een keer, 365. 365. Dat is zoveel MB. Nou, dan deel ik dat eventjes door 1000. 1, 0, 2, 4. 4 is. Dat is 35 gigabyte per jaar. Ja, en dat ben ik maar. Dus die jongetjes en meisjes van YouTube, die moeten heel wat opslaan. Als alleen al van iemand uit Arnhem 35 gigabyte per jaar op moeten slaan. Wauw. Dus zij moeten, YouTube, die moet punt 1 van die echt hele grote terabyte schijven hebben, waarop je 1000 gigabyte kwijt kan. En dan van die schijven, daar moeten ze er honderden van hebben. En dat is een dure schijf, hoor. En ja, niet alleen heb je dan die schijven nodig, maar je hebt dan ook nog CPU's nodig die al het verkeer van en naar die harde schijven gaan regelen. Want ik doe een uploadje van 100 MB en dat wordt dus ergens op een harde schijf gezet. Dat is leuk. Maar dan moet Jan en alle man moeten dat gaan downloaden. Anders kunnen ze niet kijken. Nou, daar moeten CPU's voor zorgen. Ja, die CPU's, die kosten stroom. En die schijven, die kosten ook stroom. En al dat netwerkverkeer, dat kost ook stroom.
Dus dan kijk je naar zoiets als, wat zou het je kosten om voor de hele wereld alle filmpjes à la Perry Winkel op te slaan en zichtbaar te maken voor Jan en alle man? Dat is een fenomenaal bedrag aan geld. Ik zou dat niet eens zo, ja, het lijkt me moeilijk in te schatten, maar dit moet gaan om enorme bedragen. Nou, ik heb hier een schijf in huis. En zo'n soort schijf heb je dan nodig. En dat is een harde schijf van 1 terabyte. Nou, en als ik dus 35 gigabyte per jaar ga uploaden, ja, dan moet ik dus voor, als ik Google zou zijn of YouTube zou zijn, ja, dan zou ik dus rekening moeten houden dat het is 35 gigabyte per jaar. En gaat zo iemand 10 jaar door, heb je 350 gigabyte. Maar gaat zo iemand 30 jaar door, dan heb je dus een terabyte. Ja, dus 30 jaar lang allemaal onzin van Perry Winkel en... Nou, de vraag is of ik dat haal, maar stel, maar dan heb je een terabyte nodig voor Perry. Ja, die schijf die ik gekocht heb, die kostte toen meer dan €300. En dan krijgt Google YouTube natuurlijk kwantumkorting, maar dan praat hij dan nog steeds over, voor die opslag, voor mij alleen al, tientjes hebben ze uitgegeven. Minimaal. Dus iemand heeft €60 op, zeg maar, hè, minimaal €60 aan tafel gelegd, om ervoor te kunnen zorgen dat ik mijn data ergens op kan slaan. En wie is die persoon dan? En dan kan je denken van ja, dat wordt uit de advertentieinkomsten gefinancierd. En dan denk ik, ja. Dat kan je zeggen. Maar kan dat eigenlijk wel? Want wat levert je een advertentie op? Als jij gaat adverteren op internet, ga je dan veel producten verkopen? Als jij een product hebt en daar verdien je per product, als je dat verkoopt, verdien je... Noem eens wat, €10. En dan ga je adverteren via internet. En hoeveel ga je dat dan verkopen? Snap je? Dus dan mag dat kosten. Want daar gaat het om. Ja, dus het zou zomaar kunnen dat... YouTube en Google en al die meuk, dat helemaal niet door ons betaald wordt. Ja, alles wordt uiteindelijk door ons betaald, maar dat gefinancierd wordt vanuit algemene middelen. Van de club. De club die het zo goed met ons voor heeft en die zegt van ja, het is heel zielig voor de wereld als je het moet doen met allemaal verschillende autonome gebieden. Dat zal toch wel heel erg zijn. Het is toch veel beter voor de wereld als er één centrale autonomie is. En voor de rest helemaal niet. En dat die centrale autonomie ook niet democratisch wordt gekozen, want dan kan Jan en alle man maar wat kiezen en dat wil je toch niet. Nee, dan gaan wij wel bepalen wat de eigenschappen zijn van het centraal autonomisch gestuurde systeem. Zodat het echt een goede kwaliteit heeft. Ja, dat heet een wereldwijde dictatuur. En dat het ze daarom gaat. En dat ze dus alles over hebben om die wereldwijde dictatuur tot stand te brengen. En een beetje geld. Ja, kom op, wat is geld nou?
In Amerika wordt het geld gedrukt door de... Ja, gewoon door een drukker natuurlijk. Maar op papier is de eigenaar van het Amerikaanse geld... dat is niet de Amerikaanse burger of haar overheid. Als de Amerikaanse economie of als de overheid geld nodig heeft... dan neemt ze de hoed in de hand, zoals dat heet... en die gaat dan netjes op audiëntie bij de Federal Reserve... en vraagt dan heel vriendelijk of ze een lening mogen. En als de Amerikaanse overheid dat niet doet... dan zorgt de Federal Reserve er wel voor... dat er iemand binnen de Amerikaanse overheid... toch naar de Federal Reserve komt om te vragen om een lening... Want de Federal Reserve leeft alleen maar van de rente die ze krijgen over de leningen die ze verstrekken aan het Amerikaanse volk. Dus er moet geleend worden, anders heeft de Federal Reserve geen reden van bestaan. Dat is ook de reden waarom Nederland nooit af zal komen van zijn staatsschuld. Want dat levert degene die dat geld hebben geleend aan Nederland, dat levert ze gegarandeerd inkomen op. En daarom gaat de staatsschuld nooit terug naar nul. Dus is die club hun inkomsten kwijt. Ja, dat ik het even weet. Dit zijn ook allemaal dingen die ik netjes bespreek... in mijn beschouwingen en nieuwsuitzendingen. En economie is een... dat is doorgestoken kaart, meer niet. Dat is een manier om ons voor de gek te houden... En er was ooit, ook in Nederland, was er ooit iets van autonomie en iets van rechtvaardigheid. In Amerika ook. Maar dat was ooit. En nu niet meer. En we zitten nu in het spinnenweb. We zijn gevangen. En wij worden langzaam ingekapseld. Net als Frodo. En Frodo, die was toch ook ten prooi gevallen aan zo'n hele gemene spin. Ja, dan word je ingekapseld en dan word je opgeborgen voor latere consumptie. Dan ben je een appeltje voor de dorst. En Frodo had dan nog de mazzel dat Sam de boel kan bevrijden. Maar ja, hebben wij nog een Sam achter de hand? Dat is de vraag. Ja, het is wat voor ons. Maar het zijn interessante tijden, dat wel. Ik denk dat de mensheid nog nooit in zo'n turbulente toestand is geweest als nu. Het verschil tussen mensen die... denken conform dat het is. En de mensen die denken in wetmatigheden die het niveau kindersprookje niet eens halen. In die zin dat ze dingen geloven, dat je denkt van mijn god... Een kind dat gelooft in de gebroeders Grimm heeft nog meer inzicht dan jij. Ja, over het vaccinatiedebat bijvoorbeeld. Ik was er met iemand over aan het spreken en die is dan heel erg voor vaccinatie. Want die zegt dat hij nog altijd last heeft, dagelijks... het last heeft van het feit dat hij als kind de mazelen heeft gehad.
En dat hij dus als het ware nog steeds de mazelen heeft. Dus dat als je één keer als kind en hij dan dus, hij was dan de uitzondering, maar zo erg was het, kon de mazelen dus zijn, dat je daar een leven lang onder gebukt ging. En was hij nou maar ingeënt geweest, dan was hem die bittere beker bespaard gebleven. Dus zo is het nu, hè? Dat is echt heel extreem. Ja, je hebt dan mensen zoals ik, die zeggen van nou, je moet jezelf en je kinderen, waar je zeggenschap over hebt, of voor zover je er zeggenschap over hebt, moet je niet zomaar inspuiten met spul. Want inspuiten met spul is gevaarlijk. Zelfs al is het zoiets onschuldigs als botox. Maar dan nog zou ik er erg mee oppassen voordat jij je laat inspuiten met botox. Echt wel eventjes heel kritisch naar kijken. Of je dat wel wil. En verdiep je even in wat mogelijk de bijwerkingen zijn. Want je hebt het niet over... Ja, dat je van melk, dat je van merk chocolademelk gaat wisselen. Wat je natuurlijk ook heel slecht kan bekomen. Maar dit zijn hele ingrijpende dingen. Dat je met een holle naald een gaasje in je huid laat prikken, wat je eerste afweersysteem is naar de grote boze buitenwereld toe. En dan wordt er een gat in je huid geprikt. Voor ons lijkt het maar een klein gaatje, maar het is een gat. En door dat gat in je huid komt er iets naar binnen toe in je lichaam. En dat is auteursrechtelijk beschermd. Dus je weet niet eens wat het is. Daar moet je maar op vertrouwen. En vaccins worden niet getest zoals geneesmiddelen... Nou, dan weet ik ook niet of alle geneesmiddelen wel getest worden, maar er is ooit afgesproken dat geneesmiddelen eerst getest moeten worden. Minimaal op dieren. En daarna op mensen. En als het dan bij die eerste proefnemingen allemaal goed blijkt te gaan, dan mag het grootschalig worden ingezet. Maar er zijn dus eerst onderzoeken waarbij het uitgeprobeerd wordt. En de vaccins worden in de regel niet uitgeprobeerd. En er wordt zeker niet gekeken naar lange termijn effecten. Dat laatste zeer zeker niet. Ja, mijn dochter die heeft, toen zij 11 was, is ze gevaccineerd tegen hepatitis B. Geheel tegen mijn wil. En in die periode zijn er ook klachten ontstaan met de spijsvertering. Nou... dat was ook de periode waarin ze de puberteit inging. Dus dat is ook een factor. En dan verandert er ook heel veel in je lichaam. Ja, en bij een vrouw helemaal, want dan krijg je dat je ongesteld gaat worden. En nou, dat is een heel gedoe. Zo, hè? Ze zijn toen meer dingen veranderd. En er speelde een hele moeilijke scheiding. Ook dat nog. Ja, en ze is gevaccineerd. En in die periode zijn er klachten ontstaan. Ja, en ik zou graag willen weten... een overzicht... Nou, ik zou graag willen weten...
van alle kinderen die ingespoten zijn met dat vaccin. Wat daar de statistieken van zijn in dit geval van maag-darmklachten. En dat die statistieken dan vergeleken worden met de gemiddelde mate van voorkomen van maag-darmklachten onder vergelijkbare mensen. Dus in dit geval van mijn dochter, dochters geboren in 1999. In een sociaal milieu, hè, want heel veel lichamelijke klachten en dingen zijn gebonden aan de sociale status. Dus je moet ongeveer hetzelfde sociale status hebben. Opleidingsniveau en dat soort dingen. Maar is er niet. Wordt niet bijgehouden. Men vertrouwt die vaccins blindelings. Dat is vreemd. Dus ik denk dat het het goede ook is aan dit kanaal. Daar ben ik ook blij met die 70ste abonnee. Kijk, wat ik zeg over vaccinatie, dat is de waarheid. Vaccins worden niet beproefd. Men gaat maar over tot hele grote vaccinatierondes. En ze willen het nu zelfs verplicht gaan stellen. En bij het verplicht stellen wordt er niet gezegd dat het gaat om maar maximaal zoveel vaccinaties per jaar of per mens. En er wordt ook niet gezegd dat het alleen maar mag gaan om de volgende ziektes. En er wordt ook niet gezegd dat het alleen maar mag gaan om producten die getest zijn. Nee, het wordt zelfs het hele product komt in die hele verplichtheidsstelling niet voor. Het wordt verplicht. Een stelletje jongens en meisjes in Den Haag met nul verstand van toxicologie en epidemiologie of medische wetenschappen in het algemeen. Die gaan in het kader van sociaal-politieke activiteitsstellingname bepalen dat er grote groepen jonge mensen geïnjecteerd gaan worden met chemicaliën waarvan ze de samenstelling niet weten. Die mensen die geïnjecteerd worden weten die samenstelling niet, maar die jongens en meisjes van de Tweede Kamer die weten die samenstellingen ook niet. Want die samenstelling is namelijk auteursrechtelijk beschermd. Snap je? Nou, en ik ben dan iemand die daarbij stilstaat. En met die 70ste abonnee weet ik dus nu dat er 70 mensen zijn in Nederland die dat waarderen. Om gewaarschuwd te worden voor dit soort malloterie. En die waardering ook laten blijken door zich te abonneren. Wat jullie natuurlijk ook mogen doen. Hè? Zo. Heel graag zelfs. Hè? En sharen op Facebook, dat werkt als een tierenlier. En sharen op YouTube, als je een eigen YouTube-kanaal hebt, even een sharetje geven. Ik doe dit natuurlijk volslagen belangeloos. Dat mag voor zich spreken. Het kost me ook helemaal niks. Maar het is niet helemaal waar. Ik heb wel wat spulletjes moeten kopen. Maar daar ben ik heel zuinig op. Dus. Het gaat nog jaren mee. En dat kost me wel wat tijd, maar dat besteed ik er graag aan. Dat is voor mij de moeite niet. En voor mijn werk, ja, ik zit nu in de ziektewet. Dat vind ik wel lekker eigenlijk. Dat vind ik helemaal niet erg. En
En los daarvan, als ik zo dadelijk weer uit de ziektewet kom, ik ga toch niet fulltime werken. En ik ben al 60, dus het hoeft ook helemaal niet meer. Ik red me wel. Dan heb ik toch wat leuks te doen. Hou ik jullie op de hoogte met de frappante dingen van wat dan heet de waarheid. De objectieve werkelijkheid. Want dat is iets anders dan de subjectieve werkelijkheid. Ik ga even afsluiten hoor, maar om dat even uit te leggen, hè, want ik ga er wel vaker op in, zal ik er op terugkomen. Maar ik was bij de asuitstrooiing van mijn vader. Mijn vader was overleden en hij was gecremeerd. En een of ander lid van de familie had verzonnen, ik denk mijn zus. Van nou, dan gaan we die as gaan we uitstrooien rond de Amstelveense Poel. Dat is een voormalig veengebied. En dat is in de crisisjaren, met die grote werkeloosheid, is dat uitgegraven, dacht ik. En het had te maken met de aanleg van het Amsterdamse Bos. Het is een uitloper van het Amsterdamse Bos, dan kom je tegen de Amstelveense Poel. Een soort natuurgebied. Ja, of soort, ja, het is een natuurgebied. En daar zouden we dan de as gaan uitstrooien. Dat was een leuke dag. Nou, liepen we daar. En toen kon je vanaf het voetpad waar we liepen, tussen wat bomen door en wat struiken, zag je die Amstelveense Poel, die zag je liggen, zijn waterpartij, hè? En dan in de verte begonnen de bomen weer natuurlijk, aan de andere kant van het meertje. Nou, wat wolkjes erbij en zo'n zonnetje van rechts naar links. En ik wees zo naar dat doorkijkje. Hè? En ik zei tegen die persoon naast mij, dat was de moeder van mijn kind. We waren toen al gescheiden en allemaal toestanden. En, nou, die vrouw heeft het niet makkelijk in haar leven. En ik zei tegen haar van, kijk eens wat mooi. En toen was ze bijna voor, ja, is altijd een beetje chagrijnig is ze dan. En dan kan ze niet goed meekomen. Met zoiets, hè. En ze moest wat lelijk zeggen. En ze zei van iets, en het kwam erop neer van, hoe kan je nou dat doorkijkje mooi vinden? Je moet eens kijken hier op het voetpad. Want daar stond een prullenmand. Een prullenbak. En die prullenbak, die was helemaal volgepropt met, ja, van die zakjes van, weet ik veel, Fred Patat of zo. Zo'n Amstelveense patatteboer. Dus kennelijk had een groepje opgeschoten jeugd van wat zakgeld, waren ze op de brommer naar Fred Patat gegaan. En hadden ze daar gezinszakken gehaald en naar de Amstelveense Poel getuft op hun brommetjes. Met z'n allen die meuk allemaal opgegeten en toen in die vuilnisbak proberen te proppen. En toen bleek die vuilnisbak te vol en er was er ook iets naast gevallen. Ja. En zij ziet die troep. En ze denkt, wat loop ik hier tussen rotzooi? En ik zie die rotzooi ook wel. En ik denk van ja, dat is de opgeschoten jeugd. Die is gisteravond, met de brommetjes. Ik ken dat wel met van die meisjes, met van die BH's. En het is nu zaterdag, ja. En dan maandagochtend, ja, dan komt de schoonmaakdienst weer. Dus maandag om een uurtje of één is het allemaal netjes opgeruimd.
ja, die dingen gebeuren. Hè? Ook in Amstelveen. Maar dan nog blijft voor mij dat doorkijkje naar dat meer. Met zo wat meerkoetjes en waterhoentjes en een reiger die zo aankomt van... ik wil ook een beetje snacken nog vanavond hoor. Ja. En hier gaat kijken waar hij dan gaat zitten wachten tot de snack langskomt. Ja, het is maar wat je ziet, hè. Dat is de subjectieve werkelijkheid. En die is voor iedereen anders. De ene mens die ziet dat meer met dat doorkijkje. En de andere mens die ziet alleen dat wat vlak voor de voeten is op dat moment. Namelijk een volle vuilnisbak. Tja. De objectieve werkelijkheid is daarmee hetzelfde voor allebei de personen. Ja. Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En op naar de 71ste abonnee.